verhaal wat ik ga vertellen, dat is het verhaal wat ook wel bekend staat als de man onder de beer. En ik ga eventjes terug naar een kaartje wat ik jullie in de vorige presentatie al heb laten zien. Dus wederom de voorzaan met rechts het ei. En in de 17e eeuw had je in de voorzaan aan het eind van de herfst en in de winter lagen hier dus de walvisvloten te wachten totdat ze weer werden opgekalefaterd voor de nieuwe walvisvaart in het voorjaar. Daar werden ze natuurlijk bevoorraad op, dat is ongeveer het midden van deze kaart bij de buitenzaan. En de bemanning werd geronseld en aangemonsterd in de caféën rond de dam, de Hoge Dam, die jullie ongeveer op een derde van het plaatje zien midden in de zaan. En om een idee te schetsen over de grootte van de walvisvaart, en dit was nadat de Noorse compagnie ten einde was gekomen. Maar in de 18e eeuw nog waren er ongeveer 4000 afvaarten voor de walvisvaart vanuit Zaandam. Dus dat is ongeveer 40% van de hele Nederlandse walvisvaart. In 1744 alleen al, als een dwarsdoorsnede, waren er op dat ogenblik 45 walvisvaarders onder Zaanse vlag. Dus het was best veel. En toen, in 1668, was daar een kapitein Jonge Schip, Jonge Kees. En die had een fluitschip en dat had de toepasselijke naam De Hoop op de Zwarte Walvis. En hij vertrok met zijn bemanning naar het Hoge Noorden. Dat was een reis vol ontberingen in die tijd. Het werd alleen maar kouder en kouder. De kans op slecht weer nam toe. Je zat met veel mensen in een kleine romp waar je moest slapen. Het eten was slecht. Je had geen mogelijkheid om nieuw voedsel aan boord te nemen. En dan was het werk ook nog eens een keer ontzettend zwaar. Want als je een walvis ving, dan werden die naast het schip gesleept. En dan sprongen de mannen met grote messen op het walvis om de stukken spek uit de romp te snijden. Dat werd dan vervolgens aan boord gehesen en in vaten gedaan, die dan naar Zaandam werden gevoerd. En in Zaandam en omstreken werd het weer uitgekookt voor de traan. Het was vies werk, het was vuil werk, het stonk ontzettend. En op een goede dag had Jonge Kees, want ja, ze kwamen ook wel eens terug met 0 walvissen, maar op een goede dag had hij er 2 gevangen. Dat betekende ook dat de bemanning 48 uur achter elkaar in touw is geweest om die walvissen te verwerken. En wat er toen gebeurde, dat is vastgelegd op een zogenaamde vertelprent. Dus op deze prent, met een bovenhelft en een onderhelft, zien jullie met hoofdletters van A tot en met M aangegeven wat er allemaal is gebeurd op die dag. En het verhaal wat ik jullie nu vertel is eigenlijk uit tweede hand. Want toen de kapitein later terugkwam, is het vastgelegd door een zekere PID, waarschijnlijk een bemanningslid. En die heeft het ook nog eens een keer uitgetekend. En dit verhaal is al eeuwenlang naverteld, soms weer een beetje vergeten. Maar vanaf vandaag weet iedereen het natuurlijk weer, omdat ik het aan jullie aan het vertellen ben. Dus wat gebeurde er op die dag? Er waren 2 walvissen gevangen. De bemanning was te kooi. En kapitein Jonge Kees die had 2 wachten aangesteld en die stonden op het achterdek. En die zagen op een bepaald ogenblik een ijsbeer op de ijsschot zitten. En ze dachten van, dat is leuk, weet je wat? We laten de sloep te water, we gaan op het ijs. We willen die ijsbeer vangen. En toen werd kapitein Jonge Kees, die werd wakker van het gestommel aan dek. En die vroeg van, wat is er aan de hand? En hij wilde meteen meegaan, want hij dacht, kort daarna was het de bedoeling dat hij ging trouwen. Dus hij dacht van, het lijkt me leuk, dus een leuk souvenirtje voor mijn vrouw. Ik wil wel een vloerkleedje voor mijn vrouw meenemen. Dus hij trommelde wat bemanningsleden op en met 2 sloepen gingen ze achter de ijsbeer aan. En Jonge Kees die stak met een grote lans dwars door het vel van de arme beer. En die was zwaar gewond en die kroop op een ijsschot. Dat zal geen fijn gezicht zijn geweest. Jullie zien het hier ook in het midden. De darmen die hingen uit het lijf van het arme beest. En de kapitein die dacht van, nou ja, die ijsbeer die is zo goed als dood. En ik wil het, ja, ik,
Ik wil het velletje wil ik niet verder beschadigen. Dus hij dacht dat hij veilig was en hij liep naar de ijsbeer toe. Maar toen vanuit het niks nam die ijsbeer een sprong van wel 24 voet, dus ongeveer 8 meter. En hij kwam bovenop die arme kapitein terecht. Dus kapitein Jonge Kees dacht dat zijn laatste uur had geslagen. Maar gelukkig hadden we daar een held, een zekere Klaas Niele uit Westzaan. Die rende het ijs op en hij ontzette de kapitein. En helaas, de ijsbeer kort daarna legde die het loodje. En belandde als vloerkleedje in het huis van Jonge Kees. En dat was dus het verhaal van de vertelprent. En er is nog heel veel verder van bekend. Want het verhaal was, dat sloeg zo aan in de Zaanstreek en omstreken, dat het op verschillende manieren is vastgelegd. Onder andere de schilder T. Troe, die heeft in opdracht van Jonge Kees zelf het tafereel vastgelegd in een schilderij. Dus op dit schilderij is eigenlijk ook bijna een vertelprent. Want ook hier zien jullie de verschillende fases van het verhaal van van het ontdekken van de ijsbeer tot het bespringen van de kapitein door de ijsbeer. En van dit schilderij is later een replica gemaakt door Frans Mars, ook een bekende Zaanse schilder. En Frans Mars is ook een van de grondleggers geweest van de Zaanse Schans ongeveer 50 jaar geleden. En dit schilderij dit hangt nu in een restaurant en dat restaurant heet, heel toepasselijk, De Hoop op de Zwarte Walvis. Dus dat is vernoemd naar het schip van kapitein Jonge Kees. En dat restaurant dat bevindt zich op de Zaanse Schans. De Zaanse Schans is maar ongeveer 50, 55 jaar oud. En een hele hoop huizen die werden gesloopt in de Zaanstreek, die zijn wederopgebouwd op de Zaanse Schans. Dit restaurant was vroeger een weeshuis uit Westzaan. Is herbouwd en is dus nu restaurant De Hoop op de Zwarte Walvis, waar dat schilderij ook hangt. Iets verderop op de Zaanse Schans heb je het Zaans Museum. En daar bevinden zich dus een aantal glazen waarin het tafereel is gegraveerd. Heel mooi. En wat ook wel bijzonder is, dat, en dit is niet zo lang geleden, er was in de vorige eeuw was er een burgemeester, een zekere Nielen. Die was de burgemeester van Heemskerk. En zoals dat binnen of tussen de waterschappen gebruikelijk is, worden vaak glazen, gegraveerde glazen, uitgewisseld als geschenk. Dat is een mooie traditie. En toen hij een keer op bezoek ging bij het waterschap, toen heeft hij een heel mooi glas laten graveren met de afbeelding van de man onder de beer. Terwijl het niet eens zeker is of deze burgemeester Nielen wel echt een afstammeling was van Klaas Nielen die de kapitein had ontzet. Maar ja, het is wel een mooie drinkbeker, een mooie geschenkbeker. En het is toch mooi dat zo'n verhaal blijft voortbestaan door de eeuwen heen. Het tafereel is ook vastgelegd op een kinderwagen. Hier zien jullie rechtsonder de achterkant van de kinderwagen met het tafereel van de beer en de kapitein. En op de zijkant van de kinderwagen is het tafereel ook nog eens een keer geschilderd. Het monogram CV bevindt zich op de wagen. En men vermoedt dat het van Cornelis Veen is geweest. En dat was de schoonzoon van kapitein Jonge Kees. Toen de kapitein terug was, toen kocht hij een stuk grond van zijn schoonmoeder, die aan de Hoge Dijk, niet te ver bij de Dam vandaan, dus vlak bij de scheepswerven, en liep daar dit kapitale woonhuis bouwen. Helaas is er niets van over, want het huis is op een bepaald ogenblik afgebrand. Als de nummering van de huizen hetzelfde is gebleven, dan zou het huis zich hier hebben bevonden. Dus dat links zien jullie nog een oud sluisje waar nu een gemaal boven is gebouwd. Waarschijnlijk bevond het huis zich toch iets dichter nog bij de Dam, omdat de huisnummering in de loop der eeuwen is veranderd. Het huis had ook een gevelsteen. Dat heeft er zo uitgezien, dus gelukkig hebben we daar nog tekeningen van. En
Wat wel bijzonder is, die gevelsteen. Er is nog één verhaal, heb ik bij toeval ontdekt in het familiearchief van de amateurhistoricus Jan Korf uit de Zaanstreek. Want hij beschrijft het verhaal van zijn oude moeder, wat zich eind 19e eeuw zou hebben afgespeeld. Die moeder, de ouders, die hadden een café aan de buitenzaan, aan de buitendijkse zijde van de dijk. En naast het café was een steegje, dat liep naar beneden naar de zaan. Dus in de zomer was het het spel van de kinderen om het steegje snel naar beneden te rennen en dan op tijd te stoppen, want ja, anders dan donderde je natuurlijk in de zaan. Maar aan het eind van het steegje lag een sluitsteen. En op een bepaald ogenblik werd die sluitsteen omgedraaid en tot verwondering van iedereen bevond zich daarop de afbeelding van een man onder de beer. Dus dat is het eind van de 19e eeuw moet zich dit hebben afgespeeld. En eigenlijk moet het dus wel deze gevelsteen zijn geweest. En op dit ogenblik weten we niet waar die is. Misschien ligt die nog wel nu op de bodem van de zaan. Het huis zelf is helaas inderdaad afgebrand. Dat moet nog een grote brand zijn geweest in 1836. En wat je hier staat is dat er een broodbakkerij, de vijf gerstebroden aan de Hoge Dijk, is in de fik gevlogen. Er stond een sterke wind, dus de wagenmakerij daarnaast is afgebrand. Alsmede het kapitale huis, genaamd De Man onder de Beer. En nog twee huizen. Dus erg jammer, maar wel bijzonder om dit nog terug te vinden in een archief van de oprechte Haarlemse Courant. En jonge Kees zelf, die zou er ongeveer zo uit hebben gezien. Hij heeft nogal een bleek gelaat en zijn bijnaam was dan ook Bleke Nelis. Het schijnt dat nadat de beer hem heeft besprongen, dat hij zo is geschrokken dat zijn gelaat altijd bleek en wit is gebleven. Het schijnt wel meer voor te komen, mensen die heel erg ergens van schrikken. En dit is een paar jaar geleden, ja, moet je zeggen, herdacht. Dat we hebben een lokale brouwerij en die heeft dus een biertje op de markt gebracht en dat heet Bleke Nelis. Dus ook vernoemd naar het verhaal van de kapitein onder de beer. Het kleedje zelf, oftewel wat er van de beer over was. Het laatste wat ik heb ontdekt is dat het bij een veiling ooit is verkocht aan een doopsgezind predikant. En sindsdien, ik weet niet wat er met het kleedje gebeurd is. Hopelijk komt het ooit nog eens een keer boven water. En hiermee komt ook een einde aan het tweede deel van mijn presentatie. Het speciale verhaal van de walvisvader met de naam De Man onder de Beer. Het verhaal van kapitein Bleke Nelis. Hartelijk dank voor jullie aandacht.